Jan Jaap. En we gaan nooit meer pizza's kunnen bestellen dan, op die manier, in Amsterdam. Nee. Als we geen fietsen mogen, dan moeten we allemaal... Nou goed, dat dacht ik opeens. Vandaag wordt de afsluiting, Peter, van het politieke jaar in Den Haag. De politiek gaat 2 maanden met vakantie en dan sluit ze altijd af met een barbecue, hè, dat zijn de beelden. Ja. Kijk, ik moest vandaag natuurlijk zelf de hele dag ook de redactie zijn om al het nieuws bij te houden. Dus ik heb een speciale reporter op pad gestuurd. Jan Jaap, kom er maar in. Hey Jan Jaap, dit is Jan Jaap voor RTL Late Night. Ik sta hier in Nieuwspoort in Den Haag. En hier vindt de traditionele eindbarbecue plaats van het afgelopen politieke jaar van de Tweede Kamer en ook er zijn een aantal ministers. Ik ga een aantal politici even stevig aan de tand voelen over het afgelopen politieke jaar. Breng maar in, wanneer je wil. Ik ga iedereen te spreken krijgen, dus laat maar weten als je iets wil zien. Oké, dankjewel Jan Jaap. Loop maar snel naar buiten, dan zijn we over een paar tellen weer bij je terug. Ja, zoals Jan Jaap al zei, kijk, de barbecue gaat natuurlijk niet alleen over eten en drinken, maar gaat natuurlijk ook, ja, het is een informeel samen zijn. En de politici kijken terug op het afgelopen politieke jaar. Terug naar onze sterverslaggever. Ik ben benieuwd welke politieke hoofdrolspeler hij heeft weten te strikken. Jan Jaap. Middag gehad. Goed. Ja, sorry, dit is teleurstellend. We proberen het zo meteen nog een keer. Vandaag werden de laatste wetsvoorstellen door de Kamer geloosd. Zo heeft de Tweede Kamer vandaag, waarschijnlijk onder invloed van een wijntje, ingestemd met de wet die online gokken legaal gaat maken. Waarschijnlijk zodat er dan meer belasting kan worden geheven. Ze zijn er al een aantal jaren mee bezig. 2 jaar geleden werd er al uitgerekend over hoeveel geld het gaat. De komende jaren, nu de markt open gaat en er dus ook nieuwe bedrijven bijkomen, zal dat groeien tot 2018 met zo'n 4 miljard euro extra. Kijk, hier zie je het. 4 miljard extra tot 2018 komt erbij aan gokmiljarden. Ja, wij gokken veel in Nederland. 4 miljard? Ja, 4 miljard. Maar dat geld kan natuurlijk de staat goed gebruiken. Want er is flink bezuinigd de afgelopen jaren. En de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Ik neem aan dat er ook op de barbecue dat een groot thema is. Jan Jaap, kom er maar in. Oké, sorry. Ja, dit begint een beetje gênant te worden. Ja, je stuurt gewoon een verslaggever op pad. Ja, in de hoop dat hij inhoudelijke reportages maakt. Maar dan krijg je dit. Oké, ik ga gewoon door. Een andere manier om de staatskast te spekken is het aantal verkeersboetes wat de Nederlandse staat kan innen van buitenlandse bestuurders. Want Nederland wisselt al lange kentekengegevens uit met België, Zwitserland en Duitsland. En er zijn dus nu ook Frankrijk en Polen bijgekomen. En wist jij, Peter, dat met name de Polen, die brengen echt heel veel op. Dat is een goudmijntje, ja. Absoluut. Het afgelopen half jaar zijn er namelijk al 49.000 overtredingen door Polen gemaakt. Ja. En de meeste boetes waren voor te hard rijden in een door Polen bebouwde kom. Fout parkeren en bunker kleven met hele goedkope siliconenkit. Ja, dat zijn hele flauwe grappen, dat geef ik toe. Maar ja, ik zit ook te wachten op inhoudelijke reportages. Maar ik hoor net van de regie dat Frits Wester hebben we te pakken. Dat is een goede politiek journalist. Frits Wester, we gaan even kijken naar Frits Wester vanaf de barbecue. Frits. Het is op zich een beter barbecue dan andere jaren. Ja. We zijn nog even broccoli eten bij de veganistische barbecue van de Pijlmanier. Ja, maar jij hebt deze. Ja? Ja. Dan gaan we dus daar naartoe. Oké, blijkbaar zijn ze alleen maar aan het eten daar. Henk Kamp dan, als laatste. Henk Kamp, ja, die zou gebruik hebben gemaakt van zijn privé-e-mailadres om te mailen over staatszaken. En dat is een politieke doodzonde. Daar is Hillary Clinton in Amerika bijna aan ten onder gegaan. Henk Kamp die weet niet zeker of er gevoelige informatie over de staatsveiligheid in zijn Gmail stond. Maar hij vermoedt van niet. Terwijl de vraag daarvoor natuurlijk veel belangrijker is. Waarom zou je informatie over de staatsveiligheid delen met Henk Kamp? Maar goed. Ik hoor dat onze verslaggever Jan-Jaap van der Wal eindelijk een hoofdrolspeler uit het afgelopen politieke jaar voor zijn microfoon heeft gekregen. Nou, dat zou eens tijd worden. Jan-Jaap, we gaan over naar jou. Meneer Bleker, hoe is het met u? Heel goed. Ik heb u lang niet gezien.
Nee. Wat kunt u allemaal aan doen? Nou, ik ben aan de ene kant ben ik voorzitter van een brancheorganisatie van ondernemers die met name actief zijn in export, import van vee en transport en de binnenlandse handel. En daarnaast ben ik in Mongolië actief als ondernemer. Mongolië? Oké. Okay. Nou, dankjewel Jaap. Terug naar jou, Peter. Ja, het is een beetje schizofrene. Ja.